Andere locatie. Hallo. Woensdagmiddag bracht Mark Rutte een bezoek aan mbo-studenten die tijdens Skills Heroes, de nationale vakwedstrijden voor het mbo, zijn uitgeroepen tot Nederlands kampioen in hun vakgebied. Waarom bent u hier vandaag? Ja, omdat hier natuurlijk iets bijzonders is. Dit zijn allemaal studenten van het mbo die top van hun vak zijn. Maar nu ook in Europa gaan strijden om daar zeg maar de beste van Europa te worden. En het zijn allemaal mensen die ja, ook staan voor het Nederland wat zo belangrijk is. Nou, mensen met een vak die goed zijn met een combinatie hoofd-handen die iets kunnen maken. De minister-president ging onder andere in gesprek met de Westlanders Ben en Bas. Zij zijn onlangs Nederlands kampioen mechatronica geworden en maken zich op voor de internationale strijd. Ja, het is bijzonder natuurlijk. Het is niet elke dag dat je dat meemaakt soort van. Het is natuurlijk wel heel leuk. Een eer dat hij voor ons langskomt natuurlijk. En dan ook nog naar onze school natuurlijk. Morgen vertrekken wij naar Duitsland toe. Daar hebben wij wel de wedstrijd die in Shanghai zou zijn. Maar dat is nu in Duitsland. We hebben dezelfde opdracht. We weten ongeveer wat we moeten doen, maar eigenlijk ook weer echt niet. Dus we gaan daar kijken wat we gaan doen. We gaan ons best doen in ieder geval. Het bezoek zou eigenlijk plaatsvinden bij het World Hortice Center in Naaldwijk. Daar verschenen woensdagochtend nog omgekeerde Nederlandse vlaggen als protest. Zo luidt de Westlandse tuinders de noodklok vanwege de energiecrisis. Ja, dat is een enorm probleem. Je ziet natuurlijk dat de mensen thuis ontzettend last hebben van de gasrekening en de elektriciteit. Maar ook de bepaalde ondernemers die veel gas gebruiken of veel elektriciteit gebruiken. Dus dan zijn we aan het kijken, wat kun je nou doen om de bakkers en de zwembaden, tuinders, om die te helpen. In de loop van de dag bleek het bezoek te zijn verplaatst naar een andere locatie in Den Haag. Op verzoek van de school. Ik was met alle plezier daarheen gegaan. Ik had van de week nog boze boeren bij het katshuis buiten. Daar ga ik ook mee in gesprek. Alleen ik begreep de school. Die zei, joh, als we het daar doen loop je het risico dat de leerlingen er niet meer in of uit kunnen. Dus we verplaatsen het liever. Ik zei, joh, natuurlijk, wij zijn te gast, dan doen we dat. Maar ik loop nooit weg voor een demonstratie. Ja.